Hallo. Ik wil weer eens mijn verontschuldigingen aanbieden dat ik op dit uur bel, hoor. Als ik thuis zou zijn en mensen zouden me bellen, me bofugaren. Op dit uur, toch? Ai. Net gegeten. Jong. Welkom, goedemiddag weer eens, mevrouw Van Dijk Silos. Goedemiddag, meneer Lembo. U verveelt niet van me, toch? Nee, ik kan niet dat zeggen, nee. We zijn oude maatjes, dus dat verveel je. Eigenlijk niet. Moet ik u feliciteren. Uh-huh. Want u hebt eigenlijk de bal aan het rollen gebracht. En eigenlijk moet ik zeggen, de bal, die hele discussie. En eigenlijk hebben de mensen zijn in die zuiging gegaan van u, toch? Door inderdaad uit te komen. Want nadat u dus hier zat, ja. Samen met meneer Belfort. Ja. Maar daarvoor was u op Starnieuws, hè? Klopt, ja. Met een uitgebreid artikel. Daarna was u in Baganatori met uw ex-collega. Mm-hmm. En dat pas Baganatori hebben we gezien dat politieke partijen zijn gaan schrijven. Zelfs die hele orde van advocaten is achterna komen aanhollen. Mm-hmm. Dus ik moet u feliciteren. Meneer Brunswijk, de vicepresident, is overstag gegaan en hij heeft... gezegd dat hij het niet zo bedoeld heeft. Eigenlijk heeft hij de gevoelens van de mensen in het achterland verwoord. Ja, ik hoorde het. Kunnen we zeggen, kunnen we de bekende zand erover zeggen? Nou, wat mij betreft niet, hè. Kijk, niet. Ik heb dat bandje van donderdag beluisterd voordat ik gereageerd heb. 2-3 keren zelfs. Oh, dus waar de uitspraken zijn gedaan? Ja, gewoon om te weten van... Heb je gelijk om zo naar te kijken, ja of nee? En de toon en de keuze van woorden was over ik en over Abob en me tegen jou en dat soort dingen. Dus wanneer ik nu weer naar dat ander bandje luister van gisteren, dacht ik, is het uitgekomen. En ik heb net weer geluisterd, want ik zal in het weekend erop reageren ook. En ik denk, dit is 1, absoluut geen erkenning van schuld. En 2, daardoor zeker geen verontschuldiging. Wat er is gebeurd, hij heeft gewoon zijn gedrag... heeft hij op een bepaalde manier geïnterpreteerd... en op het hoofd van zijn eigen stamgenoten gezet. Of partijgenoten. En dat is dan weer zo'n laffe daad, hè. Waar je geen respect voor kan hebben. Of respect en begrip ervoor kan tonen. Wanneer hij zegt, hij heeft dat niet gedaan, het verwoord wat mensen hebben gezegd, dan zeg je dat ook. Wanneer ik iets beweer en ik verwoord bijvoorbeeld Limbo, dan ga ik aangeven van Limbo heeft dit gezegd en ik denk er zo over of ik ben er niet mee eens. Wanneer hij werkelijk bedoelde om vrede te behouden, dan had hij op die donderdag gezegd... De achterband van mijn attack, die zie maar mee, roep de op. Ik denk dat praktisch zeer low zijn, niet weet ik veel hoe je het zou uitdrukken. Maar dan distancieer je van die uitspraken. Je laat mensen merken dat het niet jouw woorden zijn. En dat is niet gebeurd. En als ik verder naar dat bandje luister, dan heet het steeds over wanneer Brunswijk iets zegt, dan zegt iedereen wat. En toen, weet ik veel, NDP wordt even erbij, met de haren bij gesleept. Het is ook geen stijl. Niemand heeft het over Brunswijk gehad. Men heeft het gehad in al die artikelen die ik heb gelezen. Er kan misschien eentje zijn die het over Brunswijk had. En mijzelf. We hebben het gehad over de vicepresident. We hebben het niet gehad over de voorzitter van de ABOP of meneer Brunswijk. Niemand begreep niet. Dat de kritiek vooral is losgekomen door zijn positie als vicepresident. Is dit zomaar een positie? Is een zeer hoog ambt? Is de tweede persoon in de Republiek Suriname? En hij is vreselijk uitgegleden. Hij moet misschien andere mensen voor hem laten praten, want dit heeft niet gewerkt, althans niet bij mij. Ik weet niet bij anderen. En bovendien, die twee bandjes bestaan, die van donderdag bestaan... Dat ding van YouTube, zo'n interviewer, nee, dat ding zegt, bestaat ook. En je kan ze gewoon makkelijk vergelijken. Oké, dus wat had u eigenlijk willen horen? Nou, wat voor mij acceptabel zou zijn, ah. Is dat hij echt excuses biedt aan het volk van Suriname. Want de rechtsstaat raakt het volk. En die is bedreigd geworden.
En dat hij aangaf van, hij was emotioneel. En zijn partijgenoten waren van mij part ook emotioneel. En dat heeft hem gedreven tot dat soort dingen. Heeft hij niet door nagedacht. Mijn excuses. Houd die van, dus iets als, laten we het even proberen, dat moet hij ons beoordelen. Iets als, volk van Suriname, ik heb een bepaalde uitspraak gedaan. Het is zo krenkend geweest, ik durf het niet eens te herhalen. Maar ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te zeggen dat ik aan de hele natie mijn oprechte verontschuldigingen aanbied. In het bijzonder aan advocaat Serena Munslag Essert en het Constitutionele Hof. Dan was het toch acceptabel? Dan was het al acceptabel. Ook al zou je denken, ach, je meent er niets van. Maar je kon geen kritiker opleveren. Oké. Want dan heb je wel schuld betoond. Verontschuldigen betekent verontschuldigen. Hoor, luister goed naar het Nederlands woord. Betekent dat je schuld betoont. Je weet dat je schuldig bent en daarom verontschuldig je. Je haalt je schuldgevoelens weg met die verontschuldigingen. En hij zegt ook van, ik heb niets gedaan eigenlijk. Wij zitten te denken dat hij mensen heeft bedreigd. Heeft niemand bedreigd. Hij was hier met bedreigingen bezig. Wie is nu gek? Wiens intelligentie wil hij beledigen? Ik bedoel, ik weet het niet hoor. Eigenlijk snap ik het helemaal niet. Omdat hij niet begreep wat de positie is van een vice-president van een land. Of het nou de Bananenrepubliek Suriname is of de United States of America. Maar wat verwacht u? Moet de orde dan ook weer uitkomen en zeggen van we accepteren dit niet? Ik weet niet wat de orde doet, omdat ik me niet echt wil bemoeien met wat de orde doet. Ik weet wel dat als ik nog een advocaat was, dat ik wel de deken zou staken. Ja. En met de deken hierover zou praten of dus geaccepteerd wordt op deze manier. Want er is geen verontschuldiging geweest. Er is niet eens een erkenning van schuld geweest. Wat er is gebeurd is dat het gedrag afgewenteld is op zijn partijgenoten. Maar er is wel een geruststelling gekomen. Nou, ik weet het niet wat ik daarvan moet denken. Heeft hij u niet gerustgesteld en de samenleving door te zeggen van, niemand hoeft bang te zijn over de democratie en niemand hoeft voor mij bang te zijn. Ik ben een. Nou, ik denk niet dat hij de samenleving heeft gerustgesteld hoor. Maar ik heb het al verleden in Bakanatori gezet. Er is een record van geweld. En het is eigenlijk structureel, want 3-4 keer per jaar popt het op naar boven. Dat moet men niet vergeten. We moeten dat niet vergeten. Ik ben niet gerustgesteld hoor, dat er zoiets nooit meer gebeurt. Het is gewoon structureel gedrag. Maar dit was nou net een grens te ver. En daarom heb ik me laten horen. Want ik kan als jurist niet zien dat die rechtsstaat zo vertrapt wordt en je houdt je mond, je staat aan de zijkant. Dat wilde ik niet. En daarom ben ik ook uitgekomen. Misschien moet u ook uitkomen in andere zaken. Nee, eigenlijk heeft hij me uit mijn comfortzone gehaald hoor. Een jaar geleden heb ik besloten van let bygones be bygones en ik blijf in mijn bubbel. Maar hij heeft me gewoon eruit gehaald. Want toen hij zo bezig was, ik maak die opmerking niet zomaar hoor. Want zeker twee mensen hebben mij dus gebeld om te zeggen van, dit is wat we nodig hebben, deze vrouw. Ja, als ze me horen willen ze me hebben. Als ze me niet horen, missen ze ook me ook niet. Ja. Dus ik kijk daar ook heel erg relatief naar. Wat er moet gebeuren, en ik wil dat zo graag droog overdragen aan de generatie na mij. En dan zeg ik ook letterlijk na mij. Dat is de generatie, kan je zeggen, 45 naar 60. Mm. Alsjeblieft, blijf niet stil, want de volgende keer is het land in hun handen. En als ze dit pikken, begrijp je wat voor leiderschap we verder gaan krijgen voor nog 20 jaar. Dit moet niet gepikt worden. En niet pikken betekent niet dat je gaat uitschelden op social media. Dat moet je voor de plebsen laten. Maar het middenkader. Het middenkader, het kader van een bepaalde leeftijd. Die leeftijd van mij 40 tot 60, misschien tot nu nog. Ik ben misschien een beetje uitzonderlijk wat dat betreft. Hoe komt het dat men me kent? Omdat ik uitkwam waar ik ook gewerkt heb, of bij de universiteit of waar dan ook.
Je komt uit, je wil je best doen, je wil het beste voor het land. En ik blijf het zeggen, wanneer er regeringen komen die de natie uit elkaar slaan, zoals het afgelopen 2,5 jaar is gebeurd, dan krijg je dit jaar de naties uit elkaar geslagen. Het is makkelijk om de etnische sentimenten te bespelen. En al zegt iemand lippendienst met brompetidari, slaat nergens op, het klinkt zo vals en fout uit de mond van die persoon. En maar men kan niet eens het volkslied zingen vanaf deze regering er is. Iedere keer is er iemand daar die fout maakt en een foute deur en met foute couplet gebeurt. Men heeft geen respect voor het symbool van de natie. De hele natievormen waar ik vanaf de middelbare school voor gevochten heb. Want ik ben een van die linkse rakkers die voor onafhankelijkheid vocht en zo. En gummistokken heeft gehad op straat. Er is niets, die engagement is er niet. En dat doet wel de generatie van mij zeker pijn. Vooral zij die op de middelbare school hebben gezeten, weten wat voor strijd we hebben gevoerd. Zij die naar Holland zijn gegaan om te studeren, weten welke strijd wij vanuit Holland hebben gevoerd. We zijn bijna massaal teruggekomen. Om nadat we waren afgestudeerd, om onze krachten te geven. Het is een bepaalde generatie. En dan zie je dat het gewoon dood is. Dood, dood, dood tot de dag van vandaag. En er is ook geen enkel leider die daadwerkelijk aan natievorming heeft gewerkt. 1980 kon daarom ook die revolutie komen, of de staatsgreep, hoe je het wil benoemen. Want Boutersen heeft toen het nationaal gevoel wel wakker geschud. Wij haten die onafhankelijkheid, toch? Was er pas gebeurd, 75. Het natiegevoel. En dat is niet verder ontwikkeld geworden. En wanneer een vicepresident denkt dat hij ook aan de pers kan zeggen, toen dacht ik, kijk daar weer. Ik heb niemand verantwoording af te leggen. Ik heb hier al wat gezegd. Ik heb al gezegd, ik bedoel het niet zo. Wat voor beschaving is dat? Wat voor voorbeeld geef je? Je hebt verantwoording af te leggen aan dit volk. Ze hebben op je gekozen, dat is democratie. Democratie is niet alleen maar zetels krijgen en macht gebruiken en misbruiken. Democratie is ook respect hebben voor dit volk. En je verantwoording afleggen. Waarom denk je dat men kletst over transparantie continu van bestuur? Omdat het volk recht heeft op die informatie. En het heeft niets om iedere keer fouten te maken en dan met een soort wapper-wapperachtige toespraak te komen bij de pers en denken het is al voorbij. Het is niet voorbij. Nu met daden moeten we gaan kijken. Wat doet die uitvoerende macht verder met die rechtsstaat? En na een jaar kunnen we zeggen het is voorbij. Of na 6 maanden dat ze het heel goed doen. Maar tot vandaag is alles nog even wankel en zwak. Waar is de president die verantwoordelijk is voor dit land? Hoofd van de natie. Sommige mensen zeggen vader des vaderlands. Ik heb dat gevoel helemaal niet. Hoofd van de natie. Wat heeft hij gedaan toen hij zag dat die rechtsstaat, en als commissaris van politie moet hij het hebben gezien ook, dat die rechtsstaat kapot geslagen is. Je denkt niet dat hij de VP heeft gezegd van... Het had hem meer gesierd als hij publiekelijk afstand had genomen daarvan. Hij moet de VHP niet sturen om iets te zeggen. Dat heeft geen invloed, maakt geen impact. Als de president publiekelijk afstand hiervan had genomen, had hij een credit gewonnen van hier tot ginder, geloof me. Want dan had je wel het gevoel, hé, ik word toch beschermd door die uitvoerende macht, somewhere. Die is het belangrijkste figuur van die uitvoerende macht, wil die rechtsstaat beschermen. Ja, ja. Dat is in hem opgekomen. Men weet niet waarmee men bezig is als men staatshoofd is en voor de staat wil werken. Men beseft niet wat de staat is. En dus ga je ook niet hand in hand op die rode loper en je garde groeten met je vrouw. Dat is voor het staatshoofd. Laat me nu dit ding zeggen, iedere keer erger ik mijn dit ding. Maar ik bedoel, omdat men niet beseft dat men staatshoofd, wat het betekent. Staatshoofd is niet met 2000 veiligheid rondrijden met loeiende sirene en alle auto's laten schrikken midden in het centrum dat ze opzij schuiven, want je komt eraan. Dat is aanstellerij.
Ik heb nog nooit presidenten zo tekeer zien gaan en vicepresidenten in het verkeer. De minister van Juspol, die... Ik ben het zelf geweest. Wanneer deden we dat? Tenminste, ik wilde niet te veel serene mensen, maar dan heb je dat met ze. Maar als je naar officiële dingen gaat of zo, of naar je korps, dan doe je het wel om je aan te kondigen. Maar is niet iedereen lukraak, iedereen pietspats. Zelfs DC's rijden met sirenes. Weet je wat voor verloedering heeft plaatsgevonden? Dat is niet dit enige. Dit gedrag van de vicepresident is tekenend voor wat er in dit land gebeurt vanaf 6 juli 2020. Geen respect, niets. Denken dat omdat ze daar in die leiding zitten, dat ze dictator zijn, de macht hebben, mensen oppakken die... Tamara, ik kan die worden opgepakt, oppakken omdat ze een vrije meningsuiting... dat is ook wat in de grondwet is verankerd als een grondrecht. Mensen worden opgepakt ervoor. Ik praat niet over belediging, ik praat over vrije meningsuiting. Belediging is weer wat anders, want sommigen zijn echt te ver gegaan. Maar daar gaat het om. Maar je moet je macht tonen. Je maakt een lijst van mensen die opgepakt moeten worden. Jij zelf als president. Laat korpschef dat doen. Hij moet misdrijven opsporen, niet de president. Nou, zo gebeuren er systematisch, bijna dagelijks. 2,5 jaar lang heb je erupties, heb je incidenten. Gebeuren er een aantal dingen. En dit van de vicepresident... Ik praat niet met meneer Brunswijk, ik praat met de vicepresident nu. Mag nooit meer gebeuren. Hij is vaker als vicepresident. In het geval van Jason was toch de vicepresident die in zijn auto zat? Of was het de geest? En laat toe dat zijn veiligheid mensen schoppen. Ik zie al dat mijn veiligheid mensen gaat schoppen en ik ben erbij. Ik had ze verlangs gegeven. Ik had Jason geholpen om op te staan en mijn excuses aangeboden. They don't got class. They are below every level. Ze weten niet wat staatszaken zijn. Ze weten niet wat het betekent om het hoofd van de natie te zijn. Dat betekent respect geven. Dan krijg je automatisch respect van het volk. En dan nog... Ik had echt gehoopt dat ik betere dingen zou horen. En als ik dan hoor hoe het gedrag dat waarvan er bewezen zijn, bandjes zijn, afgewenteld wordt op de arme aanhang van de ABOP, wordt op hun hoofd afgewenteld. En al hadden ze het geëist, het kan dat ze het geëist hebben, het kan. Dan nog ga je het niet zo verwoorden. Want je bent de vicepresident. En dan ga je niet over de ik praten. Dan ga je zeggen, mensen, je gaat die mensen kalmeren, want je staat voor die mensen. En een podium, laat het nu ook verdwijnen uit deze republiek. Een politiek podium is geen vrijbrief om uit te schelden en te beledigen. Het is allemaal zo verloederd jarenlang al. Maar als je, zeker als je een hoge functie hebt, die erg hoog is. De vicepresident is een zeer hoge functie. De tweede persoon van het land. Kan je het niet maken om je te misdragen op zogenaamd politiek podium? Dat is onbeschaafd. Dat is onfatsoenlijk. Dat is een schande voor de staat Suriname. En ik blijf het zeggen. Men moet gaan beseffen dat staatsfunctie 1. Jompo tikataki na wang. Tangora taki na toe. En dat is wat er aan de hand is. De jompetikataki, de nomantanhoring. Door hunzelf. Niet door het volk van Suriname. Want die heeft ze daar gezet. Die heeft op ze gestemd. Maar door hun gedrag. En daardoor heb je nu de grote teleurstellingen. En kent u echt mensen die teleurgesteld zijn? En het wat zegt ook, u? Kent u echt mensen in die omgeving die echt teleurgesteld zijn en dat ook kenbaar maken? Niet naar buiten toe, maar naar mij toe. Je moet niet vergeten, op de een of andere manier denken mensen dat ik een soort structurele vechtersbaas ben. En dan wordt er gebeld en dan, je moet wat doen. En het zijn niet echt mijn directe vrienden. Het zijn mensen die me eigenlijk een beetje verder afkennen en graag willen dat je in actie komt. Maar ik zeg nee, ik ben geen overjarige... jongeren om het zo te zeggen. Ik wil wel helpen.
Maar je moet het zelf doen. Omdat die staat van jou gaat worden. Wanneer deze generatie dood is van mij en nog vele van ze in de regering zitten. Dan is het een andere generatie die moet overnemen. En daarom maak ik me druk. Want die andere generatie wordt nu gevormd. En is in feite ook al verloederd. Omdat niemand daaruit opstaat en wat doet. Ja, daar is er werk aan de winkel dus, hè? Veel werk. En niet alleen economisch, financieel, ook op dit gebied. Feliciaan is ooit begonnen met iets van terugkeer naar moraliteit, of weet ik veel hoe het werd genoemd. En, maar het is ook mislukt. Want wanneer niet alle leiders bereid zijn om een moraal-ethisch gedrag te vertonen, om die verloedering tegen te gaan, dan gaan we verder afzakken. En weet je, en deze ontwikkeling die we nu hebben, maakt dat ik denk dat we de bodem nog niet hebben bereikt. Nou, ik weet dat John van Koblijn ook hard bezig was met een, hoe heet dat ding ook alweer, een gedragscode. Hè? Hij stond erop, het was een... Ja, hij wilde een gedragscode, klopt. Ja, ja. Maar het is ook mislukt. John is ook weggewuifd als zeer lastig in zijn eigen partij. Zijn partij toen dan. Ik heb begrepen dat hij eruit is. Ik weet dat het wel goed komt, mevrouw Silos. Door gewoon rustig en steeds weer te blijven praten en te blijven oproepen wanneer zaken scheef lopen, scheef zitten, scheef gaan, toch? Maar het komt niet goed, denk ik. Ik ben maar een enkeling, hè? Nou, je bent niet de enige die dat constateert, maar we moeten blijven praten. Ik denk dat we moeten gaan bundelen. En ik heb daar niet zoveel moeite mee om te bundelen, omdat ik geloof in eenheid maakt macht. Ja toch? Als je een eenheid toont en als groep, en dan ben je gewoon krachtig, machtig en kan je doelen bereiken. Ook al lijkt het ver. Maar wat er gebeurt nu? Iedereen kijkt naar elkaar toch? U heeft het zelf verwoord. Als u denkt, als ik niet was uitgekomen, had ik tot nu toe niets gehoord van niemand. Kan, ik weet niet of dat klopt. Ik denk dat de orde wel zeker wat gezegd zou moeten hebben. Maar er is geen eenheid. En er zijn mensen, kijk, waar zijn die mensenrechtenorganisaties gebleven? Ik zag een soort verlapperde verklaring van een van ze gisteren. En ik bedoel, die hadden al 1 juli al moeten gillen. 1 juli was een mooie dag om erover te gillen. Emancipatie heeft ook te maken met mensenrechten. Slaven kregen rechten weliswaar beperkt, maar ze kregen rechten. En niemand gilt op die dag. Niemand gilt op die dag. Je hoort alleen maar preken en je hoort aan die toon hoe vals die tonen zijn. Dat het alleen maar bla 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 is. Over bevrijding en weet ik veel en slavernij nooit meer. En wazige verhalen over geketende zwarte mensen en zo. Ik bedoel, wat doe je ermee? Het is een feit. Maar hoe gaan we nu ermee om? Dat is die issue. Sorry hoor dat ik het zo ga zeggen, maar het intelligentieniveau is zo laag bij onze leiders. Dat je gewoon denkt van, my god, hoe komen we hier aan? Ik weet het niet. Ik weet niet wat er gebeurt. En het Surinamse volk is echt niet dom. Op de een of andere manier is het intelligentieniveau versleurd geraakt of... Ik weet het niet hoor. Ik heb er geen verklaring voor. Maar ik wens en ik hoop dat we allemaal gaan bundelen en die strijd gaan voeren voor behoud en versterking van de rechtsstaat. En we moeten het niet overlaten aan jongeren van 18 jaar. Die gaan meehuppelen, maar ze weten niet precies wat de impact is en waarmee we bezig zijn. Ik praat met name tot die groep van tussen 35 en... is pakweg 60 jaar. Dat is de groep die al enige maatschappelijke ervaring heeft, die nu het middenveld uitmaken in die arbeidsreeks. Dat is die sterke groep. Wie het middenkader niet achter zich heeft, heeft niemand. Omdat het middenkader dynamisch is, krachtig is. Ik snap niet dat mensen dit niet zien. Ik begrijp de buitenparlementaire partijen, A20, HVB, die best wel veel stemmen hebben gehaald. Waar zijn ze gebleven?
ik bedoel... Nou, A20 is wel... ik heb ja, je moet een daad... Als A20 had een daad moeten stellen, dat is soms een kleine demonstratie van 10 mensen ergens, met borden. Ze hadden een daad moeten stellen. Het gaat om Serena, hun lid. Je moet niet zo slap reageren. Het heeft 4 advocaten al eerder vermoord. Nu loopt het misschien met die houding van de vice-president hoeven bepaalde dingen niet meer te vriezen. Dan hou er rekening mee. Mensen kunnen ook in stilte opgejut worden om de straat op te gaan als er iets gebeurt. En dan zegt hij daarin, als het moet komen, one man, one vote. Zo heeft hij het uitgedrukt, dan moet het maar komen. Is weer een Judas uitspraak. Want in datzelfde bandje van gisteren geeft hij ook aan dat zo'n mensen vinden dat ze binnenlandbewoners niets kunnen. Binnenlandbewoners hebben recht op 10 zetels. Ze kunnen veel meer krijgen met die evenredigheid. Ook dat zien ze niet. Ook dat zien ze niet. En als je binnenlands mensen hun partijen hebben, dan komen ze ook in het bestuur. Dat als die partij voldoende zetels landelijk houdt. Men doet alsof die 10 zetels geschreven is op de huid van Marons. Men denkt niet eens aan de Indianen die daarin ook zitten. Weet je, dus laat me ophouden met die poppenkast hoor. Alles is doorzichtig. Alles kan worden doorgeprikt. Dat hele bandje spreekt boekdelen. Als ik gewoon vanavond erop zit en zin voor zin ga analyseren. En in een context ga plaatsen. En verbinden met andere gebeurtenissen en omstandigheden. Schrikt men wat ik ervan maak. Nee, meneer Limbo. Echt. Okay. Nou goed. We laten u niet langer ophouden. Bedankt voor uw eerste reactie op de verklaring van de vice president, mevrouw Silos. Ik hoorde u slecht nu. Ik zeg bedankt voor de reactie. Ik hoor ook graag bedankt dat u met de woord thuis bij u, dus ik ga u groeten. Ja hoor, dag Limbo. Fijne middag, oké, thank you.